Ja, het is super spannend. We hebben hier première vanavond van 5 nieuwe filmpjes over de stad Rotterdam gemaakt door Rotterdamse makers. En dat zijn de 5 winnaars van de wedstrijd Rotterdam Move Over I'm Next. Dat is een samenwerking tussen het Rotterdams Beeldfonds en Open Rotterdam. Eriko Smit is een van de deelnemers en hij produceerde een animatie rondom Jan Gat, het beeld van Ossip Zadkine naast het Maritiem Museum. Het wordt wel gek. Ook heel tof om je om het werk op een groot scherm te zien in Lantaarnvenster. En ja, ik zie het natuurlijk ook voor het eerst op echt een groot scherm. Dus ik ben ook zelf heel benieuwd van hoe komt het over? Is het geluid goed? Dus het is goed bevallen. An intense and passionate feeling. Met dit project geven we jonge beeldmakers en talentvolle beeldmakers de kans om hun visie te laten zien van de stad. Anders dan dat bijvoorbeeld Rotterdam Marketing de stad wil presenteren, maar echt zoals die beleefd wordt, zoals door de creatieven in deze stad en door de mensen die oog hebben voor details. Bij dit project kunnen Rotterdamse filmmakers een idee uitwerken dat vervolgens door de jury van Move Over, I'm Next wordt beoordeeld. Is het idee uniek genoeg, dan worden zij geselecteerd en krijgen zij financiering om de film van een minuut lang daadwerkelijk te gaan produceren. Ik ben best wel blij eigenlijk met het resultaat. Ik heb heel erg genoten, vooral van de diversiteit. En daarmee bedoel ik echt de diversiteit in films, in het soort films. Nou, we hebben echt gezocht naar makers die hun blik gebruikten om de stad op een unieke manier te laten zien. Dus er is bijvoorbeeld 1 filmpje van Connie Beneden en zij heeft de stad vanuit de natuur laten zien. Dus de meeuwen in de lucht, de nijlganzen in de rivier. En dan krijg je ineens zo'n ander perspectief van de stad. Je rijdt er elke dag doorheen, je neemt het voor lief en ineens kantelt je hele wereld zo een paar graden. En ik denk dat dat de essentie is van goede kunst. Rotterdams Beeldfonds is een plek bij uitstek waar jonge en talentvolle makers die zich verder willen ontwikkelen zich kunnen melden en zich via dit soort projecten ook kenbaarder kunnen maken aan de stad. Kijk, deze filmpjes die hebben we nu hier in Lantaarnvenster, maar die gaan op alle videoschermen in alle metro's en in de stationshallen draaien. Dus dat is een enorm bereik wat je niet zomaar 1, 2, 3 zelf kan bereiken.